heb nooit van mijn leven één moment stilgestaan dat een van mijn kinderen een geestelijke ziekte zou krijgen. Want zo wil ik anorexia nog steeds noemen. Dat er iets in je hoofd niet goed zit. Dat heb ik nooit kunnen voorstellen. Nooit één seconde bij stilgestaan. Dat is gewoon puur vreselijk. Want je weet totaal niet hoe je hieruit moet komen. En hoe zij eruit kan komen. En je hebt totaal geen zin om, wij spreken, over een tijdje aan het graf te staan.